diverse kanalen in het landbouwgebied weg naar zee zijn opgehaald. Bij de werkzaamheden zijn bij de Brantimakasluis een kapotte diepvriezer en boten aangetroffen die de waterstroom belemmeren. Ook het petflessenprobleem draagt bij aan de wateroverlast en andere milieustorende problemen. De ophaalwerkzaamheden worden gedaan door de ministeries van Landbouw, Veeteelt, LVV en Visserij. Regionale ontwikkeling en openbare werken, transport en communicatie. Het ministerie van LVV heeft het Bloemfontein en de Sietalsingkanaal al opgehaald. Volgens schema zullen meerdere kanalen in verschillende landbouwgebieden worden opgehaald, zegt het ministerie van LVV via het Nationaal Informatieinstituut (NII). Voor een optimale waterafvoer vooral in de regentijd en een goede waterbeheersing zijn volgens het ministerie van enorm belang voor zowel de landbouw als woongebieden.